En hij zat dat dan niet. Mijn naam is Gauthier de Leersnijder, a.k.a. Skamik. Ik rap, ik perform. Ik ben van West-Vlaanderen. Ik ben een videoproducer. Fuck, waar ben ik nou vergeten? Strak. Grappen, boerten. Waar was het? Dat was het voorprogramma van Fresco. Dat was een nipper. Geniaal, echt geniaal. Goede herinnering. Maar we pakten dat echt zo niet serieus aan eigenlijk. Dat was meer een joke. Dat was met kleine Sanders vroeger. Dat was wel meer boertige raps. Meer zo, ja. Nooit echt het idee om daar iets mee te bereiden. Dat was meer van, we gaan ons amuseren. En ja, dat was geestig. Het was meer een spektakel, een show, dan ik echt wel een optreden. Misschien tot aanzetten was De Lang vroeger. Een Oostendse rapper. Ik maakte videoclips voor die kerel en zo. Ik voor heel die klikken. En die me wel aangezet, omdat ik toen zo mijn intrede gemaakt in de rap scene. Want de mensen die me echt inspireerden, die me echt inspireerden, muzikaal vlak, was dat wat tof van commerce. Buff van de dress. En hij zat dat dan niet. Ja, dat vond ik een hele goede raad van iemand. Van, weet je wat, belichaamd in de beste versie van jezelf. En ga staan waar je moest staan. Plan niks zit, en dat doe ik nu. Plannen niks zit. Ik probeer niet te dromen, probeer niet te zweven, probeer nu mijn beste te doen. Voilà. En ik ga eraan waar dat moet staan op dat moment. Ja. Roze handdoeken. En ze moeten er liggen. Ik ken een hele collectie met roze handdoeken. Meestal gaan ze dan naar de bookingsagent en zeggen ze: die roze handdoeken, moet dat uit? Ja. Dan moet dat. Als ze moeten klaar zijn. Dat is ook fucking grappig. Weet je, het is toch, hij zegt ook, ik sta op te trainen met mijn crew en wel toch dat iedereen een beetje ensemble is. Allee, hoe de fuck treedt rap met roze handdoeken? Ja, wie? Ridders. En we hebben ooit eindelijk, ik heb een rider gezet, dat is de fee, hoe geld dat we verdienen met up trainen. Dat cash in een roze enveloppe moest zijn. En die mensen hebben heel veel moeite gehad met een roze enveloppe te vinden. Dus ze zijn roze papier wist gaan kopen. En zijn dat toegeniet en zijn er roze enveloppen van gemaakt. En zijn dat het geld en die roze enveloppe gestoken. Dus dat is echt respect. Ik weet niet met wie dat was, maar dat is mijn bijgebleven. Dat is een van de tofste momenten dat je kunt ervaren als een artiest. Dat je fans in hebt van. Ik heb zelfs één keer gehad dat er een meisje. Dat is gewoon aan het crowdsurfen. En dat er een meisje haar hand pakt. En ze mijn kloten met mijn lul vast te pakt. Ik werd toen met mijn niks. En we stonden toen ze achter de show. Langs de hat. En ze fans dat kwamen. En ze een meisje. Heel snel. Ik ben haar naam vergeten. Echt jammer. Met een vriendin van. Het was zeker dat hij kloon kwam, hè? Waarom mokken bies toe? Dat is een toffe moment, nee. Ja. Jammer dat moment niet was, dat je rand juist de casino wou houden. Hey, Ja, dat was de set van Project Ravy 2.0. Ja, dat is waarvoor dat ik het doen, snap je? Dat zijn de momenten in mijn leven. En die dag was ook daar één van. Dus massas geamuseerd. Iedereen dat afkwam en er massas geamuseerd. We hebben 3 weken gewerkt aan een cocaine lab, fake cocaine lab in de jungle. Het was in West-Vlaanderen, ik kon het niet verklappen, maar dat pakte een beetje magie weg van de videoclip. Maar alles is gefilmd in West-Vlaanderen in België. Het was ook een periode dat het even moeilijker ook ging, in bepaalde vlakken en die shit gaf me gewoon kracht. Dus ook keek naar die foto, ik zoiets van, nice. Er zijn effectief mensen geloofd dat ik echt in Colombia heb gezien. Dat is bij de ding dat ik er rond bouwde, dat ik echt naar Colombia was geweest. Om in de Sierra Nevada jungle die shit te filmen. Dat er effectief mensen naar geloofd. Dus shame on you, hoe je dat geloofd hebt. Is de fucking waste hoe je dat geloofd hebt. Maar ik zie nog niet hebben.
merci dat je me volgt en mijn video's liked, man. Oké, okay, next. Oké. Okay. Er is eigenlijk een bepaald geheim onder me dat ik verzwegen wie dat was, dat ik aan het neuken was. Omdat dat redelijk schamelijk is voor die kerel. Het is een kerel. Dus ik had dat nu van eens gezegd, wie dat was. Het was Jordi de Freyne. Dat is Jordi. Ik zie je haar. Het is mijn maat. Love you. Hij kreeg een kind, dus het had hem nog meer schaam als zijn kind dat ziet. Met alle videoclips die je al hebt gedaan in de laatste jaren, welke ervan is je favoriet? Project Ravy. Tawa. Ja. Dat doe me vragen, hè. Ja, ja, nee. Ik zal wel klaar. Nee, Project Ravy 2.0. We maken progressie door de jaren en het wordt beter en beter en beter. Het is ook normaal dat mijn laatste producties mijn favoriete werken zijn. Hoe is je partnership met Point Blank ontstaan? Wel, kan je die in een gay bar? Maar daar was vrij geïnteresseerd in een videoclip van Kleine Sanders. Hij vond ons vrij interessante gasten. En ja, toen hij zei van, wanneer ik er iets samen doen? En dus akkoord. Hij heeft toen voor de eerste keer afgesprongen. Dus ja, en ondertussen zijn we dat hij van mijn beste maten. Ik zou niet zonder die kerel kunnen. Dus ja, het is zo dat we dat allemaal evolueren en het is ook door de struggles heen sterker geworden. En hetgeen dat we nu doen is echt magnifiek. Want in het begin was dat vrij boertig en luchtig. En nu is dat uitgedraaid naar iets heel serieus, naar echt een droom. Weet wat? Het is een prioriteit geworden zelfs. Nooit gedacht ja, dat zo ging worden. Ja. In 2016, in je videoclip Puber, kots je over een verkiezingsbord van Philip de Winter. Waarna hij het zelf deelde op zijn social media. Twee keer. Hoe heb jij die situatie beleefd? Zalig, echt. Maar die vent, Philip de Winter, gewoon lekker echt kloten. Zo. Hij deelde dat toen en hij zette toen bij zo hashtag terrorisme of hashtag ISIS. Lijkt dat ik deel uitmaakte van die dingen. Zo, weet. Zijn opmerking erbij zo van hoe onmenselijk kan je zijn. Ik had zoiets van, moet ik een jong post retweeten over de islam en zo. Als je staat voor de vrije meningsuiting, geef je geen commentaar. Heb wat ik gedaan. Hè. Zo simpel is het. Dat stopt het voor mij. Dat hebben we nooit iets gedaan wat die vent gepost had. En tegen, ja, ik vond het dan max. Dank u wel, Philip de Winter. Echt. Thanks. Je hebt 6 weken een nieuwe getweet, omdat er zoveel reactie was erop. En ik kost het niet aan. Ik was zijn kop. En ik was iets van, ja. Post het nog een keer. Dank u wel, meneer de Winter. Dank u wel. Je staat voor eeuwen bij mij in het kreet. Shout-out Flupje. Shout-out. Wat ik wel even niet content mee was dat bij HLN, het laatste nieuws, was toen niet bij muziek, was toen bij de categorie bizar. Fuck you. Echt hoor het. Ik ben niet bizar. I hou een beetje. Maar dat muziek. Je muziek en videoclips zijn op het eerste gezicht entertaining en grappig, maar zijn wel vaker gedaan met een diepere boodschap. Ja, wat is je creatieve visie daarop? Er is een bepaald geheimtje dat ik altijd al verzwegen heb voor het publiek. Scamic is gewoon mijn copinggedrag, versta je het? Hoe dat ik cope met shit, snap je? Ik ridiculiseer alles. Ik ridiculiseer druggebruik, ik ridiculiseer dit en dat. Maar eigenlijk zijn dat de grootste problemen in mijn leven. En de manier om daarmee om te gaan is gewoon om ermee te lachen. Hè. En dat is de reden dat ik daarover nummers maak. Mensen weten dat niet, maar dat is mijn manier van kopen, is er om er goed mee te lachen. Dat is wat met mijn muziek. De mensen zeggen van, hoe leer ik Koetje kennen? Ik wil zoiets van, luister naar mijn muziek. Ik ben eerlijker in mijn muziek dan ik ben in het echt. Dat is een primeur. Ik werk aan een hip-hop album. En voor het eerst heb ik zoiets van, kijk, we gaan er een keer niet meer lachen, want we gaan een keer aanvertalen wat er aan de hand is.
En dan had ik een volledige twist in een andere richting. Maar vooraf scum ik de drum en bass nummer, zoals ik ja, als een beetje coping gedrag eigenlijk met mijn problemen. Dus ja, of dat een antwoord mag zijn. Point blank, ik zie heel hard, wat fuck you kerel. Echt wel, kun je hun nemen, Tommy Jan, wat voor legacy dat je erachter maakt. Kun je legacy naar de kloot nemen. Witness your downfall, bitch. What the fuck? Okay, I know what's happening here. Kijk, dat is echt moeilijk, jong. Call of Duty en Mahler. Oh. What the fuck? Dat is niet mogelijk, jong. What the fuck, jongen. Kijk, wat doe je ermee dan? Oh, hey! Yeah, fuck off, Matar, kerel. Hey. Fuck off, bitch. Oh, shit. Hey. Oh. Is er iemand zo ver geraakt? Point blank. One last try. Ik zou hem kunnen nemen. Wacht lang. Allee. Allee, kerel. What the fuck? Merci aan Underground, DMB, voor meer te vragen. Het was bare. Merci, ik zie je inderdaad. Mi amor.